Duitsland, in België, in Frankrijk en alle Nederlandse parken liggen de meeste huisjes liggen aan het water. Is het niet aan het meer, dan wel aan een ven. Dat is uniek. Je kan dus gewoon eigenlijk vanuit je eigen achtertuintje van je bungalow loop je naar de waterkant en kun je heerlijk je hengeltje uitgooien en heb je allemaal je eigen privéstek. Als je gaat vissen, wat is dan enorm belangrijk? Als allereerste zeg ik altijd van 80% van het water, daar zit geen vis. Dus je moet echt wel even de tijd nemen om een goede plek te vinden. En ga het water observeren. Omdat als daar eenden zijn, futen zijn, dan betekent dat daar voedsel ligt. En waar voedsel zit, zullen ook de vissen liggen. Kringetjes op het water. Als je dan een goede plek hebt gevonden, dan pak je je hengeltje en ga rustig zitten. En ga het geluk beproeven, zou ik bijna zeggen. Dat het vissen erg populair is onder de kinderen, dat blijkt wel uit het afgelopen kids event wat we georganiseerd hebben. Op een educatieve manier. Wat is water? Wat is vissen? Wat kan je er allemaal doen? Zelf snoertjes maken, visjes onthaken. En uiteindelijk 's middags zijn we naar het water gegaan. En hebben ze daar nog ruim 150 vissen gevangen. Dus wij zijn nu echt in de afrondende fase om heel snel te kunnen starten met Wannabe a Fisherman hier op de Huttenheugde. Dat betekent dat kinderen een activiteit van ongeveer 4 uur van niets tot uiteindelijk aan het waterkant aan het vissen gaan.